Oké, okay, hier hebben we ook een pijpje daarboven. Oh, daar komt de Koompa Troompas uit. Oké, okay, en de Wii U doet nog een gat waar we daarheen kunnen. Haha, we got secrets. All the secrets. En een Monty Party. Ik weet, ik heb gewoon alle secrets gewoon door. Yo mensen, it's a me! Super Mario, with Super Link, he's number one! Haha! Precies, dankjewel meneer de Mario stem inspreker voor het inspreken van mijn naam. De nieuwe Mario is uit jongens, dus ik ga hem even omkleden tot de nieuwe Mario Money. En dan mijn headset nog op, ik zie er echt geweldig uit. Zijn oog zit wel een beetje vast, oepsie. We gaan even lekker Mario Odyssey spelen, ik heb er gewoon even zin in. Ik ben namelijk lekker 2 dagjes geleden uitgekomen en het geeft me echt een beetje een Nintendo 64 vibe. Gewoon lekker de old school Super Mario 64, oh daar heb ik zoveel uurtjes in zitten. En we hebben een nieuwe wapen, dat is natuurlijk Cap, god damn it. We hebben natuurlijk onze grote vriend Cappy die ons gaat helpen in deze geweldige, maar dan ook geweldige strijd tegen alle enemies. En wat we dus kunnen doen is bijvoorbeeld hier een bullet pakken en dan kunnen wij de bullet zijn. Kunnen we door deze ringetjes heen, want dat geeft ons zoveel geld en ik hou van geld. Geef me je geld. En je hebt nog een kanonnetje. Auw! Nee, nee, oké, oké, kanonnetje. Kanonnetje, hier komen. Hoppakee, ik ben een kanon geworden jongens. Dan gaan we hier door. Oh, die dingen kunnen we allemaal opblazen. Maar weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook gewoon een kanon worden. En dan kunnen we die maantjes op gaan pakken. Zeg maar, die maantjes zijn de vroegere sterretjes die je moest verzamelen. De 120 sterren. Dat zijn nu deze maanden geworden. En zeg maar, als je een maan hebt verzameld, dat is zeg maar de bedoeling. Dat je al die maantjes gaat verzamelen. Ah! Als je daar linksboven ziet, dan is het de bedoeling dat je alle maantjes verzamelt uit dit level. Oké, okay, laten we ook even meteen alle checkpoints verzamelen. Want elke keer als we een checkpoint hebben, kunnen we in de startmenu. Of in ieder geval wat ik weet. Hier kan je op de map gaan klikken. En elke checkpoint die we hebben, kunnen we zeg maar naar fast travelen. Dus we kunnen snel daarheen warpen. Oké, okay, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Oké, okay, één jump. Twee, drie. Oh god. Oh, wat ben ik aan doen? Oh, it's a me, Mario. We gaan naar de 2D. Woehoe, joehoe. Oké, okay, hier hebben we geld. En dat geld hebben we uiteindelijk nodig. Want het geld is zeg maar de lokale muntjes waar je dus rijk mee kan worden. Ah, het is weer een bullet. Ik ben een bullet. Ik ben een bullet. Oh ja, ik ben een bullet. We gaan er vandoor. En we hebben hier nog een pijp. Oké, okay, als het goed is moesten we hier boven op deze toren komen. Als deze boven toren... Auw! Als deze toren hierboven zijn, dan hebben we ook een maantje te pakken. Goddammit. Oké, okay, wegwezen hier. I can do this. Auw! Waarom krijg ik zoveel damage? Ik ben echt gewoon niet goed in videospelletjes, maar wel in soep. Ik hou van soep. Oké, okay, let's go boys. Let's go. Oh, even hurken. Even rustig zijn. Je ziet een maantje daar al boven staan. Die moeten we verzamelen. Ik ben er. Checkpoint. En een Monty erbij. Ik ben blij met mijn Monty Party. Ja hoor, je hebt een maan. En aangezien we de hoofdmaan hebben verzameld, kunnen wij dus nu een heel ander stuk in. Oké, okay, dus gaan we daarin. Moet ik dus nu mijn petje daar gooien? Oh, oké, okay, dat is vet. Oké, okay, als we hier een petje in een schaatje gooien, dan gaat hij dus verder. En als hij verder gaat, dan kunnen we dus die dingen verzamelen. Oké, okay, schaatje gebruiken. Pok, we hebben dat gehad. Wat is dat? Au, oh, dat doet pijn. Au, dat is niet de bedoeling. Dat wist ik niet, dat wist ik niet. Oké, okay, dus we deze dingen moeten op... Oeh, zag je die jump, jongen? Zag je deze jump, jongen? Hoppakee. Oh, daar is hier. Hier, geld. Hier zit geld. Geld, geld, geld. Nee, mijn leven. Oh, ik had het geld. Oh, ik had daarheen moeten gaan. Dan kon ik het geld verzamelen. Ik snap het. Oké, okay, ik snap het. We gaan even terug. We gaan even naar beneden vallen. En dan gaan we het even opnieuw doen. Oké, okay, en we gaan erop staan. Oké, okay, nice. Nu kunnen we dus het geld verzamelen. Munty, Bunty, Party. Oké, okay, er zijn in totaal dus 100 van deze muntjes die ik kan verzamelen. Dat is zijn pittig veel munties, hé. Ah, het is gevaarlijk. Ah, au. Au, zijn dus een. Oh, zijn een kettingreactie zijn ze. Oh god, als dus de ene aangaat, gaat de andere ook weer aan. Dus deze gaan voor eeuwig door. Gaat ze maar attacken. Dus vervelend. Snel, opschieten. Oh mijn god, oh mijn god. Waar ga ik heen? Ga ik naar beneden? Een checkpoint. Oké, okay, hier hebben we van al die kleine maantjes. Als we daar weer 5 van verzamelen, dan hebben we dus ook weer een hele stuk. En hier zijn bij deze kokertjes is een tweede. En moeten we dus nog 3 verzamelen. Ik denk dat sowieso eentje hier boven deze toren zit. En dan zijn we... What the fuck? Wat is er mis met deze vogels? Het zijn vliegende vogels. Betekent dat ik daar kan gaan staan of zo? Dat is een hint dat je hier gewoon kan lopen. Oh my god. God, ik dacht bij mezelf, dit klopt niet. Maar de vraag is, kan ik hier lopen of kan ik daar lopen? Oké, ik ga deze proberen. Of ik hier kan lopen. Ik kan hier lopen. Het is geweldig. Oké, het is niet heel obvious, zeg maar, dat je hier kan lopen. Maar die hints hebben met die vogels vind ik wel heel tof. En dan kan ik hier ook lopen. Hier, oh, die kon ik niet lopen. Dus ik kon niet naar deze toe hier. Oké, nice. Hier hebben we ook een pierblok dingetje. Daar hebben we vuur voor nodig om dat ding natuurlijk te laten smelten. Het is een woestijn die veel te, maar ook veel te koud is. En we hebben van deze mannetje. Wat zijn... Kan ik deze ook... Oh, mijn god. Oh, ik kan jullie worden. Kijk, en dan kunnen we... Ah, nee!
nee! Ik dacht, misschien kan ik hem worden en dan kan ik daar overheen lopen. Maar dat kan dus niet. Wat kunnen jullie dan? Wat kunnen jullie dan? Wat zijn jullie voor dingen? Oh, je kan een zonnebril opdoen en afdoen. Oh, als je ze opdoet, dan zie je dingen. Oh my god. Dat is echt... Dat vind ik nog toffer eigenlijk. Want ik wist überhaupt niet eens dat je daar kon komen. Oké, dus daar kan ik lopen. Daar kan ik lopen. En dat is even... Oké, dat is allemaal wat ik nodig heb. Ik wil graag uit jou. Doei. Ik dacht dat de vogels gewoon de hinten waren. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Oké, gaan we meteen voor de maantje vanaf hier? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker terug. Oké, even kijken waar we precies moeten lopen. Oké, dat is duidelijk. We gaan dit gewoon doen. We gaan hier gewoon heen. We pakken het maantie. Dankjewel. Maantie, paantie, laars, naartie, maantie. We hebben nog eentje nodig. Oh, en de ene zit gewoon hier. Hij zit gewoon tussen de cactussen. Jongens, we hebben ze alle vijf gevonden. En daar is hij dan. Het enige wat ik sowieso wel mis van deze game. Is dat je zeg maar naar voren kan duiken. In de Mario 64 game kon je zeg maar springen en dan kon je eigenlijk naar voren duiken. Dat heb ik nog niet gevonden in deze game. Dat vind ik heel jammer. Maar er gaat hier een tempel open. Oeh, dan kunnen we in de tempel gaan koenkeloeren wat er allemaal is. Oh mijn god. Ik zie daar iemand help zeggen. Dat betekent dat er Peach is, want Peach is natuurlijk ontvoer. Oeh, voor mij als we daar boven zijn, moeten we dan tegen een bos gaan vechten. Oké, dan kunnen we natuurlijk dit ding ook gebruiken om even te scannen waar we heen moeten. Oké, daar moeten we dus heen. Dat is hier zo. Hé, ik zie hier muntjes. Geef me muntjes. Kijk, ik heb de muntjes gemist. Nee! Oké, ik kan wel jumpen. Ik kan wel jumpen. Ja, je kan wel jumpen. Nice. Oké, ik wil hier graag heen. Wat zit hier in deze kamer? Is dit de geheime kamer van Azkaban? Oh, we moeten gewoon even kijken hoe we mogen lopen. Oké, laat me even zien wat de weg is. Weg is weg. Oké, die is gewoon zo. Oké, duidelijk. Gaan we hierheen. Lopen, 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 lopen. Easy peasy, lemon squeezy. Oké, volgende. Oké, hoe kunnen we lopen? Oké, hier kunnen ze overheen springen en daar kunnen ze springen. Oké, duidelijk. Oké, laten we eerst even op het randje staan. Dan gaan we de muntjes pakken. Muntjes, 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 muntjes. Rustig, camera angle. En jump. Ah, nee, ik haal hem niet. En dat bedoel ik dus even met een jump naar voren. Dat je zeg maar extra kan overleven. Oké, ik weet deze weg naar mijn hoofd. Let's go, boys. Got him. En alle muntjes ook weer terug. Oké, let's go inside. Denk het derde kamertje. Oké, hier zit dus een maantje. Hoe komen we bij het maantie? Oké, we moeten daar springen. Dat komt helemaal goed. Oké, dan gaan we dus hier zo springen. En daar zo springen. En we hebben het maan. We hebben hem. De maan van onzichtbare doden. Of nice. Er staat ook altijd een datumpje bij. Kan je altijd zien van op welke datum je bepaalde sterren hebt gehaald. Oké, en deze moeten we hier gewoon staan. En jump! En dan zijn we bij de pijp. Ik hou wel van pijpen. En we zijn eruit. Yay! Oké, we hebben het gehaald. 3 van mijn schapen zijn weg. Ga je ze alsjeblieft zoeken? Alsjeblieft, alsjeblieft. Oké, als ik 3 van zijn schapen... vind. Ik zie er al eentje. Ik denk dat hij dan... Oké, schaap overnemen. Oh god, ik wil een schaap overnemen. Kijk, damn, het schaapje hier komen. Oké, als ik een schaap denk ik geef, dan is hij denk ik weer een blije man. Oké, ik kan gewoon raken. Dan gaat het sneller. Kom op, ga erin, schaapje. Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ja, baas, dat is er één. Oei, wat? Ik deed hier een ground pound en ik vind hier gewoon een maar ik deed een ground pound, wat is dit? En dat is sheep number 2. En daar hebben we nog maar eentje nodig, ja. En that's the last sheep. Here you go, my friend. You get all your sheep. Thank you for your moon. Oké, we zijn de tempel ingelopen, want de tempel is een omgekeerde piramide. En dan komt de bullet bill. Nee, ik ga dood. Nee, grapje, ik ga helemaal niet dood. Dankjewel, Jodio. En later. Dankjewel voor alle muntjes. Hebben wij voor de rest hier wat nog? Kaksoi! Nee, nee, nee. Ik had niet gezien dat er nog een bullet zou komen. Oké, en dan gaan we hier het puin zien. Dan komen wij hier terecht in de 2D-wereld. Ik vind dat best wel leuk dat ze dat erin hebben gedaan. Het heeft al wat, het heeft al wat. Hoe kom ik hier langs? Oh, wat, ik weet denk ik al. De gravity verandert volgens mij hier zo, denk ik. Ja hoor, dat is andere gravity. I knew it, I knew it. Oké, dat is echt heel tof. Springen. En dan gaan we rennen. En dan weer springen. Ik vind dat cool. Een soort gravity-achtig iets wat anders is. Oh, nee, dat moet ik daar niet doen. Dat is wel een beetje dom. Oké. Weet je, oh, wacht. Hier kunnen we natuurlijk gewoon... Oh, we kunnen gewoon bukken. Dat is wel slim. Oké, hier kan ik wel tegenaan springen. Dat is wel veilig. Oh. Bukken. In ieder geval, ik moet omhoog drukken om te bukken. Dat is ook iets heel raars. En spring. Oh god. Ik heb het gehaald. Woehoe. We gaan het pijpje in. Ik hou van pijpen. Oké, we zijn nog steeds op de kop. What the fuck? Dat is zo raar spelen. Als je gewoon even niet dat gravity gedeelte nodig hebt. Ik speel op de kop, Mario. Want ik ben de beste op de kop. Goddammit, ik ben niet de beste op de kop. Oké, hier hebben we ook een pijpje daarboven. Oh, daar komt de Koompa Troompas uit. Oké, en we hebben hier nog een gat waar we heen kunnen. Haha, we got secrets. All the secrets. En een maantiepaard. Ik heb gewoon alle secrets gewoon door. Ik ben wel benieuwd of je uiteindelijk ook hints krijgt. Van ja, daar zijn misschien bepaalde manen die je hebt gemist. Ik weet niet of dat zo is, maar
Maar deze was best wel obvious dat hij er was. Ik had het wel door. Oké, we gaan hier het pijp in. Ik zeg het maar gewoon niet nog een keer. Oké, we're back. We're back in it again at the gravity. En als het goed is, als we hier uitkomen, dan is... Oh, we kunnen wachten. En dan kunnen we deze overnemen. Ja, zeker. En dan kunnen we, denk ik, ergens heen met dit ding. Of kunnen we dat niet? Je kunt er wel heen. We gaan erover door. Yolo waterpolo. Bonk. We hebben het gehaald. Yeah, boys. En ik weet niet of ik al boven de toren ben. Ik ben al boven de toren. Zullen we HP pakken? Ik mis wel één HP'tje. En dan wordt het tijd voor een boss battle. Wie is er klaar voor een boss battle? Ik ben er best wel klaar voor. Oké, dat zijn de handlangers die ik moet gaan verslaan. Oké, ik moet dus tegen haar gaan vechten. Wat ben jij toch een mooi konijntje. Oh, wat speel jij? Oh, mijn god, wat gooi jij? Ik heb geen idee wat je gooit. Je gooit een bom. Ik hou niet van bommen. Pok. Oh, wat? Ze blokt me. Met hoekje. Oké, kan ik dit? Oh, deze kan ik teruggooien. Oké, ik snap het al. Oké. Oh, dat is een hele grote bom. Dat is echt een hele grote bom. Oké, ik denk niet dat ik daar wat tegen kan. Oh, ik kan hem terugslaan. In de gezicht. Right in the face. Lekker boss. Lekker boss. Ik heb geen idee of ik hier wat mee kan doen. Bok op je kop. Dat had ik moeten doen. Ik had gewoon... Oh mijn god, dit is een UFO. Dit is een boss dat een UFO is. En ze dropt bommen. Oké, dat is best wel... Oké, mag ik een dodge? Wat is ze aan doen? Ze mikt niet eens op me. Waarom mik je niet op me? Meisje, heb je witte wol? Ja, baas. Oh, dat blijft ook. Oké, dat is duidelijk. Pok op je kop. En dan gaan we. 3, 2, 1. Nee, hier kom jij, muts. Muts, hier komen. Muts, ik zei hier komen. Bok, dat zijn al twee hits. Nu nog één hit, denk ik. En dan ben je neer. Oké, nu is het een ander pattern. Ik denk dat het een... wat voor pattern wordt dit? Ik heb geen idee. Ze zitten allemaal op elkaar te stekken. Dit is toch makkelijk te dodgen dit allemaal? Oké, en dan doen we pok. En, oh, die was mis. Oké. Deze wel raken. Ja, die heb ik geraakt. En dan komt die. Ik merk je. Hoppakee. Eén keer geraakt. Easy peasy lemon squeezy. Deze game is hartstikke leuk. Leuke missies. Leuke mini-missies met die maantjes verzamelen. Een soort van sterrenachtig iets. Hier krijg je er bijvoorbeeld nu 3 voor. Omdat je natuurlijk zijn baas hebt verslagen. Maar Jezus Christus, wat zijn die bazen makkelijk. Jullie hebben misschien wel gezien dat ik 2 keer op mijn kanaal geprobeerd heb Ahead in Time te spelen. En dat spel vond ik echt hartstikke leuk om te spelen. Ben ik nu nog steeds aan het spelen. Ik heb het steeds niet uitgespeeld, want ik doe er gewoon lekker rustig mee. Maar die bazen daar zijn nog best wel... Zijn niet Cuphead level moeilijk, weet je wel. Maar die zijn gewoon pittig uitdagend. Maar dit is gewoon echt gewoon kinderspel. Je moet ze 3 keer hitten op een bepaalde manier... En dan is het klaar. Nee, je moet meerdere fases gooien. Maar laat ze moeilijker worden in de richting. Doe wat cools. Maar ja, ik moet in ieder geval nog 6 maandjes zien te vinden in deze wereld. Waarvan ik echt letterlijk eentje hier gewoon op het gebouw zie. Dus laten we die maar snel eventjes gaan pakken. En we hebben weer een maandje erbij. Maar ik bedank je voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe eventjes een hoekje omhoog. Vergeet gewoon die 2 andere video's van mij hier aan te klikken. En natuurlijk kan je hierachter een op mij abonneren. En onder merchandise kopen. En bedank je voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik nog 1 ding. En dat is later.